Deze beschouwing. is alleen voor mannen. Ik heb een eerdere. gemaakt alleen voor mannen. en die heb ik weggegooid. Mijn. diepere bedoeling hierbij is. om te zeggen. dat het heel makkelijk is. om een vrouw te beledigen. en het is. Erg als je een man beledigt. Dus een vrouw is snel beledigd. Daar staan ze onbekend. Maar mannen beledigen is erg. Dat is destructief. Vrouwen beledigen, dat gaat. Per ongeluk. Oh, dat wist ik niet. Oh nee, oh nee. Dan oh, was het zo, zo. Oh, dan mag ik je helpen. Ja? Zo moet je met vrouwen omgaan, want die zijn snel beledigd. Die zijn snel overstuur. Er is dat woord hysterisch. Dat komt uit het Grieks en betekent baarmoeder. Ik kan ook nog oudere dingen naar voren halen in het Hebreeuws. Met Genesis. En die leuke Eva. Dat geweldige idee van Adam. Een vrouw als helper. Nou, je kan het in je reet steken. Dat was zo. En het is zo. En het zal, denk ik, om die reden... voorlopig nog wel zo blijven. Een vrouw als helper... geet toch weg! En haast u? Je hebt helemaal niks aan vrouwen. Je hebt van die vrouwen en die willen kinderen... En die, willen, die zoeken dan zo'n man. Dan ik, een man, dan ik, een man ja, ik wil een kind. Ik wil een kind. Dan moet ik een man hebben. Dan moet ik een man hebben. Ik wil een kind. Ik wil een kind. Waar is die man? Waar is die man? En, en, dan hoop, en dan komen ze naast je zitten. En dan gaan ze met je meepraten. Serieus. Dat is de truc. <laughs> ze doen net alsof ze professor in de wiskunde zijn. En ze zijn het helemaal met je eens. Want het enige wat ze willen is een kind. Of twee. Of drie. En die kinderen die gaan dan voor mama zorgen. En jij wordt de deur uitgedonderd. Dat heet het matriarchaat. Iets wat die vrouwen graag willen. Vrouwen houden niet van stofzuigen en het huis schoon houden in het algemeen, of eten koken en uh, wachten en dan de zweep over de kinderen. Want doe een beetje stil, want straks komt papa thuis en als het huis een puinhoop is en papa komt thuis, nou, dan ben ik ook boos. Net als papa. Nou, en vrouwen hebben daar geen zin in. Die willen kinderen en dan een rommelig huis. En dan hey, alles maar. Toet, toet. Oh, de voor de bel. Oh nee, er gebeuren dingen. Oh, ik moet even op Facebook. Dat zijn vrouwen. Ja, het is. Het is niet mijn schuld. Dit was zo voordat ik geboren werd. Mijn probleem is, ik heb mijn opa gezien. En die had zijn vrouw nou, onder controle. In die zin, hij was de baas in huis. In mijn eigen uh, gezin, tussen aanhalingstekens. was Peter Bosman de baas in huis. En Hans van Zoest. En uh, Frank Holweg. En Maarten van Basketbal. Dat was een, een grote. Ja, een soort. Ja, een soort hoerentent met maar één hoer. Ja. Nou ja, kijk, dus, ik kan ja, zeggen, waar ben je dan gek geweest? Maar ja, ik zeg tegen jou, van, uh, probeer niet zo gek te zijn als ik was. En trouwens, ik was niet gek, ik wist precies wat ik deed. Ik wil aantonen in mijn leven dat er iets is en dat heet de waarheid, de weg en het leven. Een mooie combinatie van de, de en het. Je hebt ergens om te geven en gekke vrouwen. Wat meekenden mij. En gekke vrouwen die zijn er al vanaf jonge leeftijd. Er zijn vrouwen. Dus momenteel is de gemiddelde leeftijd waarop een vrouw uh, seks heeft met een man. die is 17. Gemiddeld hè. Dat betekent dat uh, ja, mogelijk uh, had ze seks op haar 14e of zo. 12e. En het is vastgesteld dat vrouwen die seks hebben gehad met mannen, gelijk bij de puberteiten, oh, dan wil ik seks, oh, dan wil ik seks, oh, dan wil ik het ook. Ja, ja die vrouwen, eh, da, laat maar liggen. Niet, niet allemaal, niet allemaal, hè? maar 90%. Je wordt er niet gelukkig van met zo'n iemand. Ik zat in de trein van uh, Rotterdam naar Almere. En tegenover mij zat een jonge vrouw. En die was opgedoest, of hoe heet dat? Opgedoft, of uh, opgedikkerd. Allemaal met, met zilverkleurtjes. En dikketje, tikketje, tikketje. En zij had een studentenblad. Van de UVA. De Universiteit van Amsterdam. En daar was zij aandachtig in aan het lezen. En ik kwam terug van een klus in de ICT. En ja, waarom ik bij mijn moeder zat. Dat is een lang verhaal. En daar sla ik over. En ik kijk naar haar. Eh, die schoentjes. En die phone. Met al die, die blinkie-blink. En, uh, en toen was ze. dan uitgelezen En dan pak ze toch die phone, die moest ze in de gaten houden voor de smart app. En dan aan de hoofd. Ja, ik zit nu in de trein en kan je me zo dadelijk opkomen halen? Want het regent. Die vrouw heeft in de rondte gelopen in Amsterdam op de UvA. Gekleed als een hoer. En ze moet naar Weesp. Maar dat is een buitenwijk. En dan ga je nog die bus pakken. Maar dan sta je bij de bushalte. En dan weet je wat. dan bel ik mijn vriendje. En die komt me wel even halen. Zo is het. En pas daarvoor op. Voor dat soort vrouwen. Het zijn hoeren. Harlers. Meer niet. En die hoeren kunnen er niks aan doen. Dus niet jezelf verheffen boven zo iemand. ja, jij bent een hoer. Dat ja, nee, mag je niet doen. Dat moet je helemaal niet doen. Beschouwen als vriend. Oh, dag, vriend. Hallo. Van twee sperwers die uh, elkaar tegenkomen in dat bos. Oh, je bent hier ook om te eten. Nou, uh, nou ik, uh, ik ga even, want ik weet nog wat te eten. En dan, dan ga jij vliegen. En dan, dan, dan eet je wat. En als die andere achter je aankomt, denk je hey, 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 hey. Uh, We zijn hier samen om te eten. Ik zie wat te eten liggen en uh, vlieg je achter me Hé, hey, Rot op. In je hart, snap je? En die seks, even, even, alleen voor mannen. Hè? Ik, mannen hebben een continue uh, spriets. Ja, leer rukken. God non de juke. Ik zat een keer met Wim Kruidentuin te vergaderen in Café de Wacht. En zijn ogen gingen boven mijn rechterschouder. En, 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 en toen flop langs mijn hoofd en dan over mijn linkerschouder. Ik, ik kijk naar zo'n kerel als ik daarmee zit te vergaderen. En ik zeg, wat kijk je naar? En ik draai me gelijk om. En ja hoor, een of andere wijfie. Wat ben je mee bezig? Voordat je naar de kroeg gaat, rukken. Ja, geen porno kijken, AUB. Nou, dan moet je zelf maar besluiten. Ik wil niks verbieden, maar. Nou ja, misschien een beetje porno of zo, maar ruk het er even uit. Maak die prostaat leeg. Dat je geen sprits meer hebt. Anders krijg je prostaatkanker. En niet met een, met een volgeblazen prostaat de straat op gaan... want al die vrouwen die veranderen gelijk in hemelse godinnen. Oh, en een mooie billen, zeg. Ja, ik zeg het je maar even. En het leuke is, die, die vrouwen die vernachelen je... Ja. Als jij seksueel aangetrokken bent door een vrouw, dan vernachelt ze je. Je moet aangetrokken zijn door een, door een vrouw omdat zij bewezen heeft dat ze jou kan helpen. Dus die wil jij, want die helpt jou. En die vrouw wil jij. Je wil een vrouw aan je zijde en die helpt jou. Die maakt ook lange uren om jou te helpen. Zoals André Hazes zei, of zongen, zij gelooft in mij. Zij ziet een toekomst voor ons allebei. Dat is de essentie. Maar een vrouw die jou. Uh, van oh, is een man en oh, en als een vrouw aan jou vraagt: wat voor werk doe je? Dan is jouw antwoord: lapsvans. Zoals dus die. Uh, I am. het is een Britse band. I am a loser. So why don't you? Was ik weer? I'm a loser, baby. Serieus. Je gaat eraan kapot, jongen. Je zou maar zo'n vrouw treffen zoals mijn dochter. Dan krijg je een schoonmoeder erbij, jongen. Die, die valt in de DSM 5, uh, in de categorie 2. Hè? Die schoonmoeder die je dan krijgt, als je mijn dochter gaat wipperen. En wat er gaat gebeuren, dat heeft mijn dochter al gedaan. Dan ga je haar wipperen. En dan gaat zij vragen of je wil helpen bij de verhuizing. En dan komt die schoonmoeder komt erbij. En je gaat dood, jongen. Het einde van je leven. En ik heb al drie jongens zien sneuvelen. En waarom een vierde of een vijfde? Ik vond het een opbeurende nieuwsuitzending die ik dan zag van iemand en die had het over statistieken. Het schijnt zo te zijn dat de gemiddelde vrouw in de afgelopen x jaar twee keer zoveel seksuele contacten heeft gehad dan de gemiddelde man in de afgelopen x jaar. En de andere cijfers zijn nog hoger, maar twee is het minimum. Nou, laat ze gaan. Als, je, als ik nou jong was. Hè, dan, en met de kennis van nu. dat kan natuurlijk niet. Hè. Maar stel. Hè. ik zou euh, naar gebeurtenissen gaan. en dan goed aangekleed, gepoetste schoenen. Uh, een beetje ja, uh, efficiënt uh, schoon. Hè? En dansen. Ja. Dat is alles. Uh, dansen en well, omdat je als je danst, dan drink je daar een glaasje bij, hè. En dansen, dansen, dansen. Echt meer niet, hoor. In je vrije tijd, hè? Ja, maar dat mag tegenwoordig niet meer. Maar die corona. Ja, dat is jouw probleem. Je moet mij als 61-jarige man... Uh, niet gaan vermoeien met nieuwe problemen. Want uh, you got your troubles. And uh, I got mine. Het is nooit erger geweest dan nu. Dat is niet waar. Dat blijkt nergens uit. Je kan hooguit zeggen dat in de tijden van het Oude Testament met richteren, dat het toen makkelijker was om te leven dan nu. En ik zeg: dit is interessanter dan toen. Maar dat komt omdat ik een man ben. En jij bent ook zo. Als je een man bent. Want deze uitzending is alleen bedoeld voor mannen. En vrouwen mogen hier uh, helemaal hot van worden. Want heb jij begrepen wat Perry zei? Ik wil jouw kind. Dat is wat jij als man moet zijn. Kijk naar het dierenrijk. Bij de leeuwen is vastgesteld door biologen. Ik <laughs> het bescheuren. Uh, mannetjes leven met een zwarte. Uh, die, die mannetjes hebben zo'n soort. Zo ja, zwarte haren. Maar die leeuwen die zijn in principe geel. Hè? Maar dan hebben ze geel en zwart. Hè? Uh, je hebt ook mannetjes en die hebben zo'n zo gele baard. Ja, die zijn niet aantrekkelijk. Ze moeten een zwarte baard hebben. En dan kruipen die vrouwtjes leven erop. Ze hebben een experiment gedaan met... Ja, nee, die, die vrouwtjes leven. Maar de, de, ze lieten een vrouwtjes leven kiezen tussen verschillende leeuwenpoppen. En het enige verschil was dat die ene leeuwenpop die had van die zwarte haren. En die koos, die werd gekozen. Die kozen die vrouwtjes. En waarom? Nou, die zwarte haren, daar komt. Als een leeuw vegetariër wordt, hè, dan krijgt hij gele haren. Maar als een leeuw uh, vlees eet, dan krijgt hij zwarte haren. En die vrouwtjes die houden het meeste van die vleeseters. Ja, vind je het gek? Als jij een leeuw was, dan wil je dan uh, met uh, een kain? Een landbouwer? We je lekker uh, graan eten. Wil je een kain? Nee, natuurlijk niet. Ja, die, die, die beesten die weten dat wel. Die moeten een vleesvreter hebben, en dan lekker veel kinderen. En van mij part van hem, het maakt me niet uit als het maar een vleesvreter is. Die kan glauwen. En zijn sperma wil ik in mij. En hij moet de baas zijn. Want ik wil sperma van een man die de baas is. Kijk, dat zijn de leeuwen. Die vrouwtjes die laten zich neuken door iedereen. Door, 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 ja, in principe iedereen, qua leeuwen. Als die maar de baas is. En niet van een uh, betaatje. En de omstandigheden worden moeilijker en dat is noodzakelijk. En dus geen probleem. Het gaat om strategie en om inzicht. Ja, de leeuw is de koning der dieren. Christus is van de stam van David. De David. Dit is de leeuw. Als mens. Dit, de, ik draai het om om. Dit, dit is de mens als leeuw. Kun je ook zeggen. Christus heeft gezegd. Dat is die mooie van Logion nummer 7. Ik pak hem er even bij. Even voor jullie mannen. Het is alleen voor mannen, hè? Vrouwen denken. Oh, ja, maar er zijn woorden. En die mannen. Oh, dat is trouwens lang geleden. En waar is de afwas? Zo zijn vrouwen. Die, die... En mannen, die zijn één. Oorlog is gevoerd door mannen en niet door vrouwen. Oorlog is een uitvinding van mannen en niet van vrouwen. Het is alleen voor mannen. Nou, dan, dan, dan komt die nog recht voor schraap, raap, jongen. Dan pak ik nu, en dan moet je weten dat ik sinds mijn twaalfde bekeerd ben. Heel raar. Niet door een mens, maar door de Bijbel. En dan, dan krijg je deze. Dan doe ik E van Geli. Dat betekent blijde boodschap. Ja. Van, nou, dan heb je de evangelie, dus de, de kanonieke, de katholieke evangelieën. Dat is uh, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Nou, heb je in de 20e eeuw meerdere nieuwe evangelieën gekregen... waaronder het evangelie... van Thomas. En daar zit een... een mooi verhaal achter... ik kan het omkopen. kopen. Het komt uit de Nagamadi. Het is alleen van mannen. Want vrouwen denken... Ja, maar wat een gezeur. En het gaat over geschiedenis. En lang geleden. En het is telkens momenteel nieuw. En wij houden van mode. Ja, ik hou ook van mode. Namelijk dat je telkens opnieuw vertelt wat er actueel is. Het evangelie van Thomas. En dan wil ik de PDF uh, terug. Ik weet precies wat het staat. Hoor. Je kan het ook kopen, maar dat bedoel ik niet. Wat ja. uh, kan nou, uh, PDF? Hij is echt heel goed. Oké. Okay. Ja, ik heb de df La, 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 la. Ja, <laughs> geweldig dit. <laughs> ja, soms denk ik wel eens in mijn eentje als man. Hè? Want als man ben je alleen. Als vrouw wil je altijd met een ander zijn. Maar als man ben je alleen. En dan denk ik in mijn eentje. Dan denk ik, oh, ben ik gelukkig. Logion nummer 7. Jezus heeft gezegd, dubbele punt. Gelukkig is de leeuw die door de mens gegeten zal worden, en de leeuw zal mens zijn. En ongelukkig is de mens die door de leeuw gegeten zal worden. En de mens zal leeuw zijn. Ja, hoeveel Chinees zit hier tussen? Of Frans? Of rare praat wie Spaans? Heeft dit begrip? Voor deg als man? Voor u als man? Oh, die niet de, de Godganse tijd alleen maar wil verdwijnen in de afwas te doen. of naar buurt te gaan om te kletsen met de buurvrouw. Als man. Heeft dit nou begrepen of niet? En ik praat geen Frans. Jezus heeft gezegd. Gelukkig is de leeuw. Die door de mens gegeten zal worden. En de leeuw zal mens zijn. En ongelukkig is de mens die door de leeuw gegeten zal worden. En de leeuw, dat zag sorry excuse me, en de mens zal leeuw zijn. Uitleggen? Nou, in de tijd van onze Heer, Jezus... Toen waren er leeuwen. In het land Israël. En de leeuwen waren gevaarlijk. Uh, wij hebben nu in, uh, in Artis hebben wij iets verschrikkelijks gemaakt. En leeuwen opgesloten. In een stuk gebied waar ik uit weg gevlucht ben. Ik ben geboren in Bovenkerk onder Amsterdam. Ik weet waar Artis ligt. En daar zijn leeuwen opgesloten met hekken eromheen en een vijver. En daar gebeuren ongelukken met die opgesloten leeuwen. ...die worden gefilmd... ...en staan op Facebook... ...en YouTube. In die dagen... ...lieten leven... ...zich niet met zich... ...fokken. En nu kan je zeggen... ...ja, piggie, dat kan je niet zeggen... ...want de fokken, dat is... Uh, dan krijg je een YouTube-ban. Ik bedoel dit precies zo. Het is alleen voor mannen... Hè? Die leven lieten niet met zich fokken. Gelukkig is de leeuw die door de mens gegeten zal worden. In die dagen van onze Heer lieten leven zich niet fokken. Als er een leeuw was, had je een probleem. Want die pakt wat hij wil. David was de leeuwendoder. Met een slinger. Onze verlosser is van die stam. Die is van dat bloed. Gelukkig is de leeuw die door de mens gegeten zal worden. En de leeuw zal mens zijn. En wat bedoelt Christus nou? Dat, dat, dat hij uh, dacht van. Nou, hou op met het vegetarisme en uh, ook niet meer gewoon leven eten. Nee, dat kan niet. Onze Heer is betrapt op een Sabbat... dat hij graan zat te eten. De meloot. Ja, waarom doe je dat? Dat bij Dat je Laat Christus zijn komst... Van 2000 jaar geleden. Wat in de kranten heeft gestaan. Met de krant bedoel ik. Het stond er. Je kan dat niet negeren als man. Als vrouw is dat wat anders. Vrouwen die zijn eens in de vier weken. hebben ze oma op bezoek. En wij moeten zorgen voor die vrouwen. En niet de godgezamenste tijd met Mark Rutte en Ab Grapperhaus en Adolf Hitler. En uh, de dingen die F.D.R. Roosevelt. Over uh, Jozef Stalin. Of Mussolini. Dat horen wij te doen. Wat is dat nou? Wil ze dat een of ander verzinsel van uh, de, de belachelijke tijd. die gaat wel zorg voor ons vrouw. Kijk, iedereen weet. dat een vrouw in je huis nemen. dat is niet. Plezierig. Het kost je bakken met energie. En dat wij die zorg voor onze vrouwen dan maar afschuiven op de overheid. Ga daar maar een uitkering aan vragen. En dan komt alles goed. En dan pomp ik je nog een keer vol. En dan schop ik je met benen. En ben je nou gelukkig? Dan ben je stupide bezig. Dan geloof jij in een staat? En waar ben je dan mee bezig? Dit is alleen voor mannen. Weet je wat er staat? Nou, jij, s morgens vroeg dacht ik, hopelijk. En stop met porno kijken. Behalve teststudie. Dus, uh, je mag studeren op porno. Ik heb porno-studie gedaan. Ik heb ook porno getest. Van, werkt deze porno dan? En dan. dan, 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 dan ja, sommige. Ja, dan heb je even. Ja, deze. Daar, ja, die werkt dan toch niet? En dan denk je, Ja, maar waarom werkt die niet? Hè? En dan kijk je nog een keer naar die porno die niet werkt. En dan denk je, Oh, ik snap het nou. Ja, laat het even op je insinken. Jij als kerel kan tegen een stootje of niet? Denk je dat ik een pornoverbod af ga kondigen als antichrist? Nee, je moet er juist naar kijken. Maar je moet er wel goed naar kijken. En wat gebeurt er dan? Kijk, een vrouw die als je een vrouw laat kijken naar een film van Stanley Kubrick. Die, oh, dat is, helemaal, die is helemaal bedolven onder de invloed. Maar jij als kerel, jij kan kijken hoe dat geregisseerd is. Hoe dat licht in elkaar zit. Hoe ze die gordijnen hebben opgehangen. En je maakt ook een aantekening van de kleuren die ze gebruiken. En probeer het een beetje te begrijpen dat iedereen net zo'nzelfde sukkel is als jij. En alsjeblieft, doe wat. Ik haat mannen. Met talent. En die verschaffen zichzelf zo'n cirkel. Van, nou, dit is van mij. Mijn eigen huis. En dan hebben ze een huishouder of zo. En dat doet voor de rest helemaal geen donder. Ik <laughs> jullie, stel ik ja. ja, dit is voor mannen, snap je? Die kunnen tegen een stootje, mag ik aannemen. En dan vooral die jonge mannen, die tegen een stootje moeten kunnen. Dan moet je ook afgezeker kunnen worden. Al die mannen die niet in het gareel willen. Ja, maar geen. Attendez! Ik ga ja, helemaal niet zeggen. Van die moederskindjes. Heb je er ook zo'n last van? Nou, ik op mijn werk. Niet. Nee. Er zijn een paar van die homo's en die, ja, die zeuren dan... Ben je vroeg? Ik zeg, ik ben helemaal niet vroeg. Ik ben in mijn normale dienst. Ja, maar ik ben op de fiets en uh, ik kom helemaal uit en uh, Ja, dan moet ik me eerst want het is vergadering. Ja, heb ik daar wel een beetje last van, ja. Maar is niet veel. En vraag ik aan z'n venten... Ja, op de fiets naar je werk? Want ik kom uit het centrum van Arnhem. Ik ben een man, hè? Een man van 61. Hè. Ik hou rekening met mijn lichaam, hè? Ik ben heel calculerend, hè? Dus ik kom met de bus naar mijn werk. En dan ga ik lopen. En die gozer die komt vanuit Elst met de fiets. Wat een pussy. Ja, ga je nou werken of ben je bezig met vakantiekamp? Dat is voor mannen, hè? Niet voor mietjes. Uh, recht voor z'n raap. Die gozer, ik kan me helemaal voorstellen hoe dat zat. En dan, en dan ben je sporten, dingen. En dan op mijn fiets, naar mijn werk. En dan... En ik hoorde ook nog van een andere collega... dat de kwaliteit die daar geleverd wordt qua bezigheidstherapie... Dat die, uh, nou ja, iedereen zit op zijn smartphone. Maar als de meute maar rustig is. En niet opvoedend. En niet die dingen, die, 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 die man die heeft al twintig, de, de, hoeveel kilometer hebben we nog niet gefietst? Die is bek als hij aankomt. Oh, nou, ik heb heel hard gefietst. Ik moet even douchen. Dan moest hij ook nog, hè? Ja, ik moet wel douchen, hoor. Want ik heb. Ja, uh, uh, even fris zijn voor de vergadering. En denk ik: Homo! Ik sta hier de toiletten te reinigen. Ik sta onder controle. Lul. Nee, ik wacht wel even. Nee, tot jij klaar bent met douchen. Nee, sorry dat ik er ben, hoor, als schoonmaker. Even voor mannen onder elkaar, alleen voor mannen. En dat soort gedrag merk ik alleen maar bij homo's. Biseksuele, andere overtuigde racisten. Zo van, ik ben een neger en daarom ben ik anders of zo. Daar heb ik helemaal nooit last van gehad. Ik vind mensen anders dan dieren. Beduidend anders dan dieren. En boven mens ken ik alleen maar de, ja, dat waar ik... De, de, in principe moet je daar niet wezen. En dat werkt wel. Want ik heb het laten uitproberen. Er waren mensen die vroegen mij... Wij willen dat occulte gaan doen. En uh, ik zei, nou, dat moet je vooral gaan doen. Dus ik heb die mensen dat occulte laten doen. En die mensen zijn allemaal helemaal stijf geschrokken... Ja, dan moet je het ook maar niet gaan doen. Ik, ik denk nog steeds dat ik daar niet fout aan heb gedaan. Ik heb die mensen de gelegenheid gegeven. Ze waren in mijn kamer. Ik heb ook netjes kussentjes neergelegd. En een kaarsie op tafel. En de lampen gediemd. En een wiep. En een glas op tafel. boord. Moet je vooral doen, als man. Ja, niet dus, hè. Maar nee, doe er zelf niet aan mee. Dat, uh, oeh, dat blijf ik echt vanaf. Maar op een afstandje kan je dan naar kijken. En dan kan je zien wat er gebeurt. En weet je wat er gebeurt? Nou helemaal niks. Dat is het punt. Ja, al die vrouwen die, die komen bij ons, mannen, lopen klagen over een Jeffrey Epstein op een Jeffrey Epstein eiland. En is hij nou vermoord of heeft hij zelfmoord gepleegd? En die vrouwen die kunnen niet bedenken dat het ook zo kan zijn dat de maanlanding helemaal niet heeft plaatsgevonden. Dus kan het niet zo zijn dat Jeffrey Epstein zoveel connecties had dat hij... Uh, nou, hij was dan opgepakt door de huppeltje pup, maar hij is netjes... Uh, wup, en alle camera's waren uit en Jeffrey Epstein was vrij. En die zit nou op uh, Boris Elfland-eiland. Maar dat is ook van hem. Dat gaat overweg. Mannen. Kijk, vrouwen. die geloven in goedheid der mensen. En wij mannen niet. Daar doen wij niet aan. Dat vind ik gek. Als je daarin gelooft. Mensen zijn niet goed. zijn ze nooit geweest. En waarom nu dan plotseling wel? Omdat wij CO2-controle hebben en dan betalen wij belasting voor de NO2. Want er komen steeds meer buitenlanders bij. En men weet dat per mens heb je zoveel en Per mens heb je zoveel koolstofcirculatie en stikstofcirculatie. Bij elkaar is dat de CNN, dat is cyanide. Dus giftigheid. Het maakt mij niet uit. Je hebt koolstof, dat is 6. Je hebt stikstof, dat is 7. Je hebt fluor, dat is 8. Nee, nee, je hebt zuurstof, dat is 8. Ja, look it up. In die dagen dat ik mijn dochter nog een beetje onder mijn vleugels mocht dragen. Heb ik nog het periodiek systeem der elementen hier op het prikbord euh, gedaan terwijl we keken naar die uitzendingen van Breaking Bad? Ja, dat is een man. Een man accepteert dat toen Pythagoras zei. Pythagoras, die staat bekend als de. de, de, uh, uh, de, ja, de <tacht> Nogal. Uh, Pythagoras heeft een van zijn leerlingen ver verwerkt. Omdat hij hem beledigde. Ja, is dat waar? Uh, klopt dat? Klopt dat? Qua nummers. Qua aantallen. Klopt dat? we gaan terug naar Logion nummer 7. Is, uh, ik ben niet gek of zo. Hè? Dit, dit is waar. Pythagoras. Van Pie. 3.141925. Uh. 3.141. 5, dat is zonder meer. 9, 2, 1. Het is logisch dat, in het, dat de vijfde digit van pi is 5. High 5. Is dat waar? De vijfde digit van pi is 5. Is dat waar? Of is dat toeval? Is voor mannen. Nog een keer. Een andere. En trouwens even terugkerend op uh, drie dus punt 1. 4, 1. Vijf drie, vier, vijf. En daartussen twee eenen Drie, Een, Vier Een Vijf. 9, 2, 1... So Enzovoort Dat is Pi. Is dat toeval? Pythagoras zegt van niet. Pythagoras zei... Alles... Is getallen. Hij heeft volgens de geschriften... een van zijn leerlingen verwurgd. En hij heeft een veeteler uitgescholden... toen hij een, die veeteler een paard mishandelde... En dat hij op die veeteler is afgestapt en gezegd: houd ermee op. Want dat paard is een vriend van mij. Dat heeft Pythagoras volgens de analen allemaal opgeschreven gezegd. En Pythagoras zegt: alles is getallen. Het is 0 of 1. En dat is 2. Nee, je hebt 0 en 1 en dat is 2. Of niet? We hebben 0 en 1 en dat is 2. Ja of niet? Al die wijven die lopen te brullen over 5 tot 20 grijs. Maar dat is voor ons mannen heel anders. Als wij nadenken, het is nul of één, en dat is twee, dus drie en de rest. En voor de rest kan iedereen onze rug op, want wij zijn één. En God in die zin is nul. Dat is formeel gesproken. Het heeft te maken met taal. Dus wij mannen, wij zijn het beste in taal. Een dichter, een man heeft geschreven... als je een boom omhakt... is dat taal. En zo is het. En niet anders. Nooit geweest. Dan kennen die wijven oude hoeren... van ja, we zijn verneukt... op Jeffrey Epstein eiland. Ja. Maar wij als man... Hadden altijd gewantrouwd als iemand ons een gratis vliegticket aanbood. Of een gratis bootreis. Of heb je zin? Waar heb je zin in? Als man. Waar heb je zin in? Wat wil je nou echt? Als jij loopt de computer gamen, dan heb je zin om die vingers te bewegen. Touchy, touchy, darling. Zo'n vrouwtje als computer. Bewegen dat vrouwtje. Ga je gang. Voel het. Hoe jij beweegt. Want je kan het wel. Je kan ook schaken. Gewoon lekker langzaam nadenken. Koffie drinken. En kanker roken. Maar wel mooi schaken. Er is... De idee van esthetiek. Dus je hebt ethiek, dat betekent um, begripvol. Het begrip voor een ander. En waarom. En dat soort dingen. Ja, het is ook zo dat je de omstandigheid hebt als man dat mensen. Niet uh, dat het geen zin heeft om begripvol te zijn. Je kan ze wel troosten, maar ze zijn zo fout bezig. Waarom zou je ze troosten? En wat moet je dan doen? Nou, dan heb je de oplossing van Christus. Van, je moet degene die beschadigd zijn, die moet je troost geven. En een manier om... Het is niet een manier, het is een, een werktuig. Is dat je zorgt voor esthetiek. Voor schoonheid. Dat je laat zien dat jij schoon bent. En een schoon is mooi. En een schoon. Geordend. He daarmee heersend. En je let op als een leeuw. Als er iemand jou. Territorium binnenkomt, dan is het inspectie. En dan langzaam, langzaam opbouwen, langzaam lopen. En die inspectie: dat is de leeuw. Van de, de, de koning van de dieren. Nou, een <tie> Gelukkig is de leeuw die door de mens gegeten zal worden. Nou, de leeuw is dus de... Ja, de de bedreiging of zo. Hè? Gelukkig is de leeuw die door de mens gegeten zal worden en de leeuw zal mens zijn. Wat bedoelde hij? Ik dacht, dit is een getuigenis, ik dacht, gelukkig is de leerling die door de leraar gegeten wordt. En de leerling zal leraar zijn. Ongelukkig is de leraar die door de leerling gegeten wordt, en de leraar zal leerling zijn. Gelukkig is de man, ja volgens mij is het zo. Dit bedoelde Christus. Gelukkig is de leeuw. Die door de ja, je kan hem op allerlei manieren lezen. Gelukkig is de leerling die door de leraar gegeten zal worden. En de leerling zal leraar zijn. En ongelukkig is de leraar. Die door de leerling gegeten wordt. Oh, dan snap ik hem. En de leraar zal leerling zijn. Nou, zo zit hij dus. Dit is uh, oud, hè? Het Nagamadi. Is vertaald, uit het koptisch. Ik heb het, gecont ik heb het gecontroleerd. En de leraar zal leerling zijn. En de mens zal leeuw zijn. Dus, uh, de, de, in het Hebreeuwse hebben ze voor de leeuw hebben ze arja. -ra. Ar -ra, de, de rauwe. rauw. Rau, Rauw. -ra, rauw. Dat is arja. Snap je dan ook waarom in Duitsland laten we lachen, wij zijn mannen. Wij hebben onze kachel aan. Wij hebben een pot met vuur. op de ketel staan. Ons gaat alles goed. Wij hebben zwarte manen. Bij wijze van spreken. Lekker op je in laten zinken. Ik ben niet zo'n zeurneus als Marcel Messing. Met oh nanorobots heb ik altijd voor gewaarschuwd. <laughs> Wat ik zeg, de eerste. Zullen de laatste zijn? Ik mag mijn ex bijvoorbeeld niks aandoen, echt, totally niet. Want misschien is zij. Ja, ja, andersom, snap je? <laughs> dus, uh, het leven is een gok. Hè? En jij wilde het niet, maar je bent wel geworpen. Gewoon om te gokken. Daarom doen mensen ook een gokspelletjes. Want dat lijkt op hun eigen leven. Je gooit er wat in en dan op kijken wat eruit komt. En wat ben jij? En ik weet nu al dat als jij een man bent en je hebt dit uitgeluisterd... dat je denkt, ja, jij ouwe gozer, als jij dat kan... dan kan ik misschien wel de 30% van wat jij hebt gekend. Of 33%. Of, uh, hij is minder dan ik, denk ik. Hè? Ik ben zo'n beetje een kampioen van de mannen. Uh, veel van mijn leeftijdsgenoten hebben al zelfmoord gepleegd. Dus ja... Ik ben tamelijk goed. En ik klaag ook niet. Dat hoort niet bij mij. Je ik heb laatst weer geklaagd over mijn lichaam bij een arts. Maar die, die praten dan zulke dingen. En denk ik, ja. Waar moet ik jou voor betalen? Ik betaal er wel voor. Ik ben een man. Ik heb te geven. Dus dan betaal ik en dan kijk ik naar mijn rekening. En dan heb ik ook nog zelf wat dingetjes. Ik hou van goedkoop. Ik moet wel goedkoop kunnen kopen. Als ik maar goedkoop kan kopen, dan, dan zou je mij niet horen klagen, want ik ben een man. Mijn moeder die zei ook nog een keer tegen mij: Dan zullen we afspreken dat jij elke maand 80 euro gaat uitgeven aan nieuwe kleding. Waarop ik tegen mijn moeder zei, mam, voor dat geld ga ik liever naar de kroeg. En daar blijf ik bij. Ja, betekent het niet, mijn moeder was helemaal verontwaardigd. En nou, hoe durf je dat tegen mij te zeggen? En dat nou, vind ik echt nergens op slaan. En, en uh, nou, nou, en trouwens, uh, ik vond je altijd wel heel raar. De waarheid is 80 euro. Voor kleding. Nou, flikker op. Per maand. Nee ik dacht het niet. Ik betaal voor mijn schoeisel. betaal ik uh, ik heb twee paar schoenen. En uh, een, een fijne Duits georiënteerde Nederlander. En de, de, de wijs van een uh, shoesol of zo. Uh, anyway, uh, ik krijg precies de zolen die ik wil. En, het, en die zolen die gaan acht jaar mee. Ik heb een leren jas, die is dertig jaar oud. En die laat ik binnenkort repareren. Ja, maar dan zie je er niet verzorgd uit. <laughs> ja, dat is dan de mening van uh, wie? Ja, ben jij een man of niet? Ja, dat, dat, dat in de Bijbel dat staat dat de, die vrouwtjes die zijn alleen zijn om ons te helpen en meer niet. Voor de rest moeten wij het doen. En ik heb dat logisch gecontroleerd. En uh, dat klopt. Dus wat wil je nou? Jij als gozer, jij gaat zorgen voor je eigen huis. Je gaat in gods naam. In de naam van Jaweh. In godsnaam van ons. Dan gaan weg bij je moeder. Neem een voorbeeld aan mij: een of andere lullige flat. En helemaal nergens niks. En vervelende buren. En allemaal vrouwen met honden. Neem een baan in de schoonmaak. En wees nieuwsgierig. Altijd snuffelen. Altijd. Snuffelen. En wees als een rat. Of een hond. Niet een hond of een rat in huis nemen, want dan ben je een poesje, homo. Maar wees als een rat. Vluchten. Het lukt je wel. Dat kan niet anders. Kijk, het is tot nu toe altijd goed gegaan. En de leerling. De leraar zal leraar. De, de, oh, moeilijk, hè? En de leraar. Zal leerling zijn. Mooi, hè? Voor eeuwig blijven rukken aan je pik. Want voorlopig gaat het door en jij stelt iets voor. of je bent een van de zoveelste klaaggevallen. En oh jij is het niet gelukt. Oh, jammer zich. Nou, dat vinden we allemaal heel erg vervelend dat het niet gelukt is. Uh, dat stempel, dat heet de hel. En ik heb daar nooit aan willen wezen. Want ik ben erg tevreden. En jij ook. En wees niet zo dom als ik. Maar ja. Ik mag hopen dat het met de volgende generatie altijd beter gaat. Dat ze vooral meer moeten lachen en meer moeten grinnen. Ja, wat voor een advies heb je dan? Hè? dansen. Voor de gein dansen. Doe je